volgende talent uit Team Treintje kan zich werkelijk kapot ergeren als ze meteen al weet dat ze eigenlijk iets beter kan dan dat ze op dat moment heeft laten horen. Maar ja, de Blind Audition was een groot succes en het werd zelfs een grote hit. Voorlopig wil dit Pietje precies alleen nog maar beter en beter en beter worden. Vanavond zingt ze een prachtig arrangement van Keep Your Head Up van Ben Howard. Hier is Sandra van Nieuwland. Bijzondere stem heb je toch. We kijken naar de cijfers van de coaches. Ze zijn gaan staan, zie ik. Zo. Nou, ja, zeg. Woe. Gefeliciteerd. Marco. Ja. Ja, als je me het woord niet geeft, dan breek ik in op iedereen. Want hier wil ik gewoon iets over zeggen. Sandra, je hebt eigenlijk de meest onderscheidende stem van alle edities van The Voice tot nu toe, wat mij betreft. En dat heeft te maken met, je hebt zo'n uniek eigen stemgeluid, bijna hypnotiserend. Dat als er niet een platenmaatschappij is die nu een plaat met je gaat maken, ga ik het doen. Want het is, hier moet je gewoon een plaat van hebben. Dit is waar, denk ik, niet alleen mensen vandaan optreden komen, maar dit is ook waar mensen platen van gaan kopen. Dat heeft ze al met downloads bewezen. Maar ik wil een fysiek exemplaar. Ik wil hem in mijn auto hebben. Ik wil er naar kijken. Ik wil een tekstboekje lezen. Mag ik dan liedjes schrijven en piano spelen op het album? Heel graag, dankjewel. Nick, ja, nou, ik zou wel mijn platenkast af willen gaan met je. En alle cd's die ik grijs gedraaid heb, door jou opnieuw willen laten inzingen. Want liedjes die we al duizend keer gehoord hebben, geef je een hele nieuwe lading. En kleur je helemaal opnieuw in, op onnavolgbare wijze. En ik ben alles om me heen vergeten. En ik heb waanzinnig genoten. Dank je wel. Ja. Dat wordt vanavond nog even terugspoelen, denk ik. Ja. En dan je coach.
Ja, Sandra, je had me echt aan het huilen van binnen. Zo diep heb je me geraakt. En ik weet zeker heel veel mensen in Nederland die hebben zitten kijken. En we hadden het er vandaag over in de kleedkamer. Wat zingen nou echt betekent en wat het voor jou betekent. Ik heb altijd het gevoel, als het jou overkomt wat je zingt en je gelooft wat je zingt en je voelt het, dan overkomt het ons allemaal. En dat gebeurde bij mij, terwijl ik het je al heel vaak heb horen zingen. En weer had ik kippenvel. Ja, het deed echt heel veel met me. En ik voelde dat in de zaal dat dat zo was. En dat is voor mij zingen. Dat heb je echt prachtig gedaan. Dank je wel. Sandra was de vierde en laatste van Team Treintje. Althans voor vanavond natuurlijk. Laten we even kijken hoe de stand op het bord is. Ja, ze staat natuurlijk bovenaan. Het lijkt me duidelijk. 40 punten op dit moment. Maar ze is er nog niet. Hè. Let heel goed op. Toen zij van de week bij haar coach thuis dit liedje ging repeteren, zei Treintje, ja hoor, je hoeft het alleen maar zo mooi mogelijk te zingen. Nou, ik denk dat je het gedaan hebt. Als jij thuis vindt ook dat het gelukt is, stem op haar. Liefst heel veel, ervaar. 0909-1312, dat is het nummer. Of sms de naam naar 3131. Sandra!